De ploeg in de onderste regionen heet AFC, ontvangt de nummer 2 GVVV. En dit is Jeremy de Graaf, 8e minuut wedstrijd. Jeremy de Graaf. Eerste mogelijkheid is voor GVV, de ploeg uit Veenendaal. AFC versterkte zich met Ignacio, die heeft al meegetraind met de ploeg van Wetzel. En weer is het GVV en het doelpunt van de Graaf. 10e minuut, de 1-0 voorsprong voor GVV. Doelpunt nummer 6 voor Jeremy de Graaf, die overkwam van VVOG. Doelman Zonneveld kansloos laat. Leek een aardige opening, de aansluiting is wel goed. Van Hoek. Van den Brink. Problemen voor Jansen en inderdaad stoot Willemsen. Oh, wat een kans. GVV heeft de controle in de wedstrijd, is ook beter dan de thuisploeg. Terschegget, en daar is de 2-0. Ja, het speelt heel erg professioneel. Roy Terschegget, door velen de Pierlo van de tweede divisie genoemd. Ja, de bal wordt slecht weggewerkt. En Terschegget staat goed. En schuift hem beheers binnen. Vlak na rust, is dit wel of geen buitenspel? De assistent scheidsrechter vindt van niet. De Graaf voor zijn tweede, nee, hij doet het veel beter. Legt hem keurig af op Lahmoudji. En die scoort ook zijn 6e van het seizoen. Ja, dat is misschien wel de kracht van GVV. Het is niet afhankelijk van 1 doelpuntenmaker. De Graaf staat al op 6, Lahmoudji ook op 6. Het is gatenkaas, want de Graaf, 6 minuten na rust. De Graaf, goede reactie van Zonneveld. Om gek van te worden. Ja, AFC, de minst scorende ploeg. Daarom dus Ignacio overgenomen van Kozakken Boys. Maar ja, die kan pas na de winterstop aansluiten. Maar de ploeg geeft in deze wedstrijd ook ontzettend veel ruimte weg. En daar profiteert GVV van. Dit is kappen, draaien, schieten en weer een redding van Zonneveld. Het kappen en het draaien en het schieten was natuurlijk van deze Martin van Eck. Bosma. Dit is Huisman, Hoek, Bosma en Jansen. En weer een goede reactie. En in tweede instantie had de Graaf de invalrem gewoon naar binnen moeten schieten. En dit doet Jansen ook bekwaam. Inzet pakken van Bosma. En zo blijft AFC op nul staan. En heeft zijn ploeg, de ploeg van Nico Oosterlee, weinig problemen. Maar ja, het zegt natuurlijk alles dat de linkerverdediger van Den Houten met 3 treffers de meest scorende speler is bij AFC. En hier wordt het 4-0 van Eck. Goeie voorzetten na ruim een uur spelen is AFC helemaal geklopt. De Leeuw met de voorzet en van Eck. En het is 4-0. En zo doet GVV goede zaken. Want het wint met 4-0 van de ploeg van André Wetzel.